Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Het is weer maandag, dat betekent een hagelnieuwe kakelverse aflevering van Voetbaltijd. Vandaag in de line-up René Wagelaar als vanouds. René, welkom. Ed, wakker. Maar we hebben ook hoog bezoek. Een UEFA Cup held uit de jaren 70 van FC Twente, Johan Zuidema. Johan, welkom. Dank u. Helemaal vanuit Kollum aangereisd. Ja, het was een wereldreis, maar we zijn er. Ben je geland op vliegveld Twente vanmorgen? Ja, vanmorgen vroeg. Had zomaar gekund. Ja, had zomaar gekund, ja. Hoe is het met je? Prima, ja, heel goed. Dus, wat doe je these days? Nou, we vermaken ons wel. We zijn rentenier, dus als het mooi weer is, we hebben allebei een mooie scootertje en dan gaan we de hele dag erop uit. Ja. Wij genieten elke dag. Mooi zo. Lekker. Mooi zo. Dat deed je in de jaren 70 toch ook, maar daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Eerst even die wedstrijd van vorige week, René. Want we gaan het over twee kampen hebben van FC Twente met Italiaanse tegenstanders. Daarom is Johan hier ook natuurlijk. Toepasselijk, FC Twente was natuurlijk vorige week te gast bij Fiorentina in Florence. Ja, een wervelstorm stak de kop op eigenlijk. Hè? Dat is denk ik de eerste helft in een nutshell gezegd. Ja, het klasseverschil was natuurlijk de eerste helft dramatisch groot. Het leek net of Twente helemaal verstijfd was. Dus zo kwamen ze bij mij over. Geïmponeerd. Wat zei je? Geïmponeerd door de omstandigheden. Ja, dat denk ik. Ik denk dat er een paar rondliepen van... Potverdikkie, wat is hier aan de hand? Hè? Nou ja, jij weet het wel, een vol stadion wat het is. Maar dan zat het natuurlijk niet mee dat die goal al zo snel valt na 1 minuut. Maar de hele eerste helft werden ze weggeblazen. Fysiek, op techniek, op alles eigenlijk. Dus ik denk, ja, ik was met een paar vrienden aan het appen. Ik denk, dit wordt 4-5-0. Dat idee had ik dus echt. Nou, er kwam die 2-0 nog. Het waren ook echte verdedigingsfouten. Maar de tweede helft, toen hadden ze wat omgezet. Ze hadden Rots eraf gehaald. Er kwam Tjerni voor. Rots die een beetje rondkeek als Sjaki in de chocoladefabriek. Want die dacht, waar ben ik hier terechtgekomen? Nou, die heeft geen bal geraakt. Toen kwam Tjerni. En achterin haalden ze Plikkenzuwelen eraf voor Hilgers. Dat waren goede omzettingen op dat moment. En toen kregen ze grip. Eigenlijk, ja, kwamen ze weer grip, kregen ze grip op de wedstrijd. En nu, het rare is, ze hebben alle kans. Ja, dat blijft dat natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ze hebben alle kans nu. Maar Johan, die eerste helft, hè, je hebt de tegendoelpunten geanalyseerd. Ja, de eerste helft, ja, de tegendoelpunten, die mogen gewoon niet komen. Volgens mij begin je dan veel te slap aan de wedstrijd. Ik bedoel, je wordt al op rechts wordt je uitgespeeld en dan komt die voorzet en dan staan er drie in het centrum. Ja, die staan tot te slapen en dan komt hij kan hem gewoon vrij inkopen. Johan, je zegt slap, hè, maar ik weet niet of het slap is. Ik denk dat het meer is dat ze geïmponeerd waren. Dus vooral van, er zijn er heel veel bij die nog geen internationale wedstrijd hebben gespeeld. Hè. Die zijn er best veel in die ploeg nog. En dat ze wel geïmponeerd waren. En het fysiek. En als je die mensen zag... Die Italianen, hoe ze eruit zien, die koppen erop alles. Ja. Dat was wel een verschil. Het was mannen tegen jongetjes eigenlijk. Ja, dat kan wel. Maar ik bedoel, je gaat toch het veld in geconcentreerd. Ja. En Jans die zal ook tegen hem zeggen, de eerste 10 minuten is belangrijk. Die moet je doorkomen. Ja. Dus dan moet je fysiek moet je erop voorbereid zijn. Als er wat komt, dan moet je erbij zijn. Ja. Maar als je dan ziet dat die drie mensen daar staan en die spit die komt gewoon inlopen en die kan zo helemaal inkopen. Vrij, helemaal vrij. En die tweede goal? Ja, de tweede goal, identito. Ik bedoel, maar als je weggeblazen wordt, dan mag die rechtsback die mag niet zo opkomen dat die hele ruimte daar ligt. Want er waren drie verdedigers van Twente. De beste is die linksbuiten. En de beste linksbuiten van hun, die wordt aangespeeld. En die komt hij voor. Hij wordt goed ingeschoten, hoor. Daar niet van. Ja, ja, ja. Maar het mag gewoon niet voorkomen. Nee. En dan sta je 2-0 achter. En ja, dan krijg je het heel moeilijk. En dan moet je blij wezen dat 2-0 bij de rust blijft. Ja, dat bedoel ik. En toen die omzetting. En dus, dan kom je dus misschien weer in het spel. En dan krijg je die goal van Tjerni. Ja. Dan leef je nog. Ja. Dan toch, toch kan hij goed voetballen, Tjerni. Als je dat ziet, ook die actie die hij dan doet. Kort, meteen laag onderin. Nee, natuurlijk. Die moet toch terug kunnen komen op dat niveau. Maar dat hij weer belangrijk is. Voor Twente is te hopen dat hij op zijn oude niveau weer terugkomt. Dit is ook vaak een buitenspeler. Jij was ook een buitenspeler. Hè? Je was een linksbuiten, maar je was ook tweebenig natuurlijk. Ja. Hè? En
dat zijn vaak grillige jongens die natuurlijk vertrouwen nodig hebben. Daar heeft Czerny het ook over. Hè. Het vertrouwen moet hij hebben dat hij altijd maar speelt in de basis. Maar goed, ja, hij moet het dan ook wel laten zien. Hè. Ja, maar Ed, ik heb vorig jaar eens een keer gezegd, die moet je gewoon een paar weken laten staan. Dus die moet je een keer, ongeacht of die een 4 of een 5 of een 6 of een 8, laat hem eens even staan. En dat heeft die jongen nodig blijkbaar om toch, en dan is die even slecht, hè. Hij kan wel verdomd goed voetballen natuurlijk. Ja. Wel een dreiging. Hij is ook sterk, fysiek sterk. Nee, natuurlijk. Snel, maar dat weten we allemaal. Ik heb het al gezegd. En dat moet je hebben als spits zijnde of linksbuiten, rechtsbuiten. Je moet de drang naar die goal hebben. Ja. Solis vind ik ook een goede speler trouwens. Ja, die heeft wel een perfecte invaller. En je moet dus dreigen in die 16 meter te komen. Want dan, als er een overtreding gebeurt, dan is een penalty. En anders laat je lopen. Je komt er altijd door. Ja. Maar ze hebben kans, absoluut. Ja, je hebt altijd kans. Maar ze hebben echt kans. Volle grotsvesten, Italiaan die misschien hier. Ietsje onderschatten. En ze maken de eerste 1-0 voor. Dan wil ik het nog even zien. Als ze achterkomen heb ik er geen geloof meer in. Je moet het nog wel maken die eerste. Want er staan een paar beesten van verdedigers. Ja, je hebt 90 minuten de tijd om die 1-0 te maken. Juist. Je hoeft niet in het begin die 1-0 te maken. Nee. Als je 1-0 speelt, dan haal je de verlenging. Dat denk ik ook. En wie heeft dan de langste adem? Ja, precies. Ik hoor Johan praten. Hij praat met de dictie van de topsporter, van de topvoetballer. In dit geval vanuit de jaren 70. We pakken even die legendarische tweekamper bij, Johan. 1975, FC Twente staat in de halve finale van de UEFA Cup. En dan krijg je Juventus als tegenstander. En niet zomaar een Juventus, het Juventus van... Noem jij er een paar, noem ik er ook een paar. Ja. Cucurella, Sirea, Gentile. Ja, Altafini... Ja. Anastasia, Bettega, Calcio, Capello, Gentile, noem ze maar op. Dino Sof, wereldkeeper in de goal. Ja. Ja. Die heel lang niet gepasseerd was. Nee. En dan krijg je Juventus thuis eerst, hè. Dat was dan andersom. En ja, dan ben jij losgezongen, misschien wel van de realiteit. Je scoort twee keer en je wint met 3-1. Ja. Neem ons nog even mee naar die... Ja, maar we hadden ook het geloof erin dat we konden winnen. Ja. En... Ja, we hadden gewoon een goed team. En er waren geen uitblinkers, geen verdetters, maar er stond wel een team. Die wat voor elkaar over hadden. En de posities waren goed verdeeld. En het schoof altijd als een harmonica in elkaar. Als een team. We speelden kort. Ja. En we konden naar voren spelen. En we hadden de snelheid voor. We hadden Jan Heuring voor. Die altijd bezig was. Scheuren. Hard werken. Dus er kwam altijd ruimte. Ja. En we hadden het vertrouwen erin dat we een goed resultaat konden neerzetten. Ja. Een vol Diekman? Ja, een vol Diekman. En toen waren we bezig. En er waren een paar keer een schoten op het doel geweest op Sof. Ik zei tegen Jan, hij is niet klemvast. Kijk. Denk erom. De eerste beste bal die komt heel hard los. En Jan prikt hem erin. Ja. Ja. Precies. Maar toen kwam jij nog. Ja. Toen kwam jouw moment of fame. We maakten 2-0, maar we kregen dus ook 2-1. Kregen Lullen die goal tegen. Epi Dros die schiet een tegenstander op. Ja. En die schiet achter de langs. En Altafini komt er langs en die schiet in. Ja. Ja, dan is 2-1, dan wordt het weer moeilijk. Maar er is een Friese linksbuiten die zorgt voor het verschil van twee doelpunten. Die maakte 3-1. Die maakte 3-1. Er kwam een voorzet, een hoge bal en die komt in die 16 meter. Ik denk, als hij weggekopt wordt, dan kan hij daar vallen of hij kan daar vallen. Maar ik kies daarvoor. En hij wordt teruggekopt, komt precies op die plaats. Ik pak hem op en schiet gelijk in de korte hoek. 3-1. De juiste positie. De juiste positie. Ja. Maar ja, er is ook... feeling, denk ik, daar kan je komen. Hè? Ja. Dus je bent overal mee bezig. Ja, timing, hè? Dat timing, is natuurlijk een kenmerk van een goede voetballer. Van een spits vooral ook, in Aanmaken, maar dat was jij. Ja. Ja, neusje. De man from Spraagwesteinde zei Soft toen nog. Als je de kans had, dan moet je ook 100% ervoor gaan. Hè? Dus niet halver erin gaan. Want Nee. Want er komen straks misschien op terug op die goal in Juventus. Ja, dat is precies het enige. Zoveel spelers, Johan, die op karakter zijn geslaagd alleen al. Dus die konden wel voetballen. Maar en zoveel goeie, die misschien wel 3 klassen beter waren, maar een karakter minder hadden. Dat hadden ze in die tijd, vond ik. In middenveld ook. Ja. Deze, Muren. Van de Val. Ach, die Emma tikken, joh. Tikken, ja. Ah, man, 1 keer raken. Ja. Tik, tik, tik. Ja, maar ja, er werd op het trainen, we deden niet anders. Nee. 1 keer raken. Ja. Vriendenteam, hè? En een vriendenteam, hè. Ja. Dus we hadden wat voor elkaar over. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Want ja, als je
Ja, maar dat was in die tijd. Nou, hey, allemaal van die eindselgangers. Ja, en dat zijn, drie weken bij de club en weg. Ik zeg nou, het zijn allemaal BV'tjes op zich. Hè? Dus, ja, maar zo is het. En jullie hadden echt een team. En dan ga je dus naar de return. 2-0 is voor Juventus alsnog genoeg om door te gaan. Hè? Ja. Met de regeling van toen en van tot voor kort. En, ja, en dan is het de 10e minuut. Bijna 50.000 toeschouwers in het barokke communale stadion in Turijn. En dan begin jij op eigen helft aan een onafvolgbare rush. Neem ons nog even mee. Ja, we hebben geen beelden, maar die mensen zoeken het op YouTube. Dat gaat allemaal lukken. Nou, Zuidema, Juventus, 1975. Zwart-wit. Ja, ik ontving Nee, kleur. Ik kreeg die bal op het middenveld en ja, er lag een heel open veld. Ja, er moesten wel wat paar verdedigers gepasseerd worden. Dat moest nog even gebeuren. Ja, dat moest toch even gebeuren. Maar ja, ik tik hem tussen de benen door. Ik tik die ander door. Ja, en ik kom voor Sof. Ik denk, ja, die hangt. Het was een streep. Ja. Nou, toen was het gebeurd met Juventus. Met het vertrouwen ook, hè? En met het vertrouwen van... Ja. En wij kregen veel meer vertrouwen. Dus toen werd Juventus, daar hebben we helemaal zoek gespeeld daar. Ja. Wat een Sof voor die club toen. Ja. Wat een Sof. Ja, een Sof. Zeker Sof. Ik bedoel, maar dat was wel lachen toen, hè? Het was een Italiaanse Juventus. Het was een wereldteam eigenlijk. Ja. Dit is nog vervelend in het veld. Een beetje zuigen, knijpen. Je kent allemaal... Ja, dat gebeurt altijd. Als je Sirea en Gentile tegen je hebt. Ja, ik bedoel, en als er een corner komt en die bal wordt afgeslagen en je loopt weg. Ja, en het was geen video als nu. En dan was het pat. Maar die scheidsrechter liep ook weg. Ja. Dus, ik gaf hem een beetje gelijk. Maar ja, ik was zelf ook geen lievertje. Nee, dus, nee, want als ik het shirt, dan had ik het vel ook vast. Dus zo simpel is het. De voeten gestaan, klik. Ja. Maar jij kreeg communale, kreeg je stil met een weergaloze treffer. En ik kan me voorstellen dat jij tot op de dag van vandaag aan dat doelpunt wordt herinnerd. Dat is de wedstrijd van Johan Zuidema geworden. Voor de geschiedenisboeken, hè? Ja, voor de geschiedenisboeken wel. Maar ik heb dus ook wel... mooie goals gemaakt. Dus, maar deze blijft op het netvlies hangen bij de mensen. Dus dat is het. Ja. Ik bedoel, maar ik heb... Maar je bent niet iemand die zichzelf op de borst klopt. Dat is wel duidelijk. Nee. Ben je dan naar Ton van Dalen gegaan? Ik moet verhoging hebben toen of deed je dat niet? Nee, Ton van Dalen die schreef... jullie moeten signers zijn op Johan Zuidema, maar jullie moeten contractbesprekingen doen. Want straks is hij weg. Ja, dat heeft Ton wel gezegd. En Maar eerst krijg je, daar moeten we eigenlijk niet over corresponderen. Want dankzij jouw doelpunt, dankzij die tweekamp tegen Juventus, haal je de finale van de UEFA Cup. FC Twente in de finale, 1975, Borussia Mönchengladbach, de rest is geschiedenis. Moeten we het er nog over hebben? Nee. 0-0 in Düsseldorf? 0-0, we hadden een goede uitgangspositie, maar in Diekmanstadion liepen we gewoon achter de vijf man. Wervel in het Heinkes. Ja, ik bedoel, elke schot op een goal of kopbal op een goal was een doelpunt. Dus, in de eerste 10 minuten dan sta je met 2-0 achter en dan is het afgelopen. Was het een fout van Kees toen nog? Nou, ik geloof van Kalle Oran. Daar begon het al mee. Ja. Maar dat is wat FC Twente vorige week dus ook had. In het begin krijg je een paar tikken op je neus en dan moet je hopen dat de schade meevalt, maar dat ging van kwaad tot erger in die wedstrijd. Ja, ik bedoel, maar je speelde tegen een wereldteam. Laatst ook zelf. We waren allemaal spelers van top. Ach man. Maar die Italianen ook, als je vorige week ziet, hè, dan trekken ze dat hele kastje open van laten rollen, vallen, gillen. Alles. En de scheidsrechter die een dubieuze rol vlak raakt een keer iemand, ik denk dat een vlieg hadden tegen een scheenbeen komen. Die gaat rollen en doen en als enkel pakken. En, dat is mis. En daar trappen ze misschien weer in, want dan beginnen ze. Dat kunnen Nederlanders niet. Nee. Dat kunnen wij niet. Maar die sluwheid hadden jullie wel in dat team. Hadden wij wel, ja. Ja. Want Furino die stond er ook in. Dat was ook zo'n mannetje op het middenveld. Een slachter, Een slachter. Uitbeender. Nou, ik want later trof ik hem nog een keer met Ajax. Heb ik weer tegen hem gespeeld. En dus we speelden 1-1 in Amsterdam. En daar ook 1-1. We waren veel en veel beter verloren met penalty schieten. Ja. Toen zei hij ook tegen mij in de thuiswedstrijd. I kill you, zei hij. Als we in Juventus waren. Wat zei jij? Nou, dat maakte mij niets uit. We waren daar in Juventus en er komt een bal aan, hoog. En hij kwam eraan. Ik denk, wacht even. En ik haalde uit en daar lag hij. Ja, tuurlijk. I kill you. Ja. Wat denk je? Link op stuk. Ja. Maar zo werkt dat wel in de top. Ja, Wie komt er zwaar best einde, jongen? Maar dat was zo. Als het tegen Paul werd aandelen of een ander... Lost een ander top. Dan lost een ander de top. Ja. En dat zie je als vriendenteam. Ja, dat is mooi. Ja, dat was een mooie voetbal. Eenheid. Ja, dat doen ze niet meer nu. En de Spits kon wel eens trainen, maar even doen. Je had zulke goede speler op dat moment in het team.
Daar hoef je eigenlijk geen trainer voor tactiek en zo. Dat nee. bepaal je zelf in het veld. Ja. Liep het niet, dan was plan B er. Ja. Wat dan? Was jij toen? Ik was denk ik 24. Ja, kijk, ja. Dat is ook een andere leeftijd, hè? Ja. Maar is nu tegenwoordig 18, 19. Ja. Maar moet jij bedoelt meer de rol van trainer wordt soms een beetje overschat. Ja. Hij moet de poppetjes op de goede plek zetten, precies, dat is duidelijk. Ja. En goede sfeer. En een goede sfeer kweken. Dat die jongens met elkaar voortouw trekken. Ja, hangt ook natuurlijk af van hoe de selectie in elkaar zit. Jullie regelden het zelf wel. Dat was de cultuur van die ploeg. Hè? Ja, maar dat had je vroeger ook met Johan Cruijff, Willem van Hanen, met Nederland zelfs. Als het niet liep, dan bepalen zij de tactiek wel. Dan moet je toch anders gaan spelen. Maar en niet de trainer. Niet de trainer. Zelfs Michels niet. Nee. En wij hadden het toen bij Twente ook zo. Als er een bek opkwam, laat hem lopen. We hadden toch een laatste man ook nodig. Ik schuif het in. Dat was niet zomaar iemand. Nee, maar krijg je balbezit, gelijk counter op die kant. Dan zegt die trainer na twee keer, hey, ik kom niet te vaak op, want daar ligt de ruimte. Ja. En als ze er door waren, had je al dan nog Piet erachter? Ja. Want dan was het leven of dood. I kill you was dat. Potverdikkie, wat een kerel was dat, hè? Ja. Oh. Hey, dan inderdaad wat René net zegt, hè, Van Dalen was toen al een beetje een makelaar aan het worden, zo ongeveer, hoe dan ook. Voetbalmakelaar voor de goede orde. En dan is het natuurlijk zo dat jij in de belangstelling komt te staan na die twee glorierijke jaren bij FC Twente. RWDM meldt zich, Racing White Daring Molenbeek, op dat moment de topclub in België. Ja, klopt. Johan Boskamp speelde daar ook nog en zo. Hè. En dan wil jij graag gaan natuurlijk, logisch. Je hebt altijd de ambitie om te groeien. Ja. Dus als dat zich dan voordoet, dan moet je dat grijpen bijvoorbeeld. Ja. Het ging uiteindelijk niet door omdat Twente zich niet heel, heel sportief opstelde. Dat kan gebeuren. Het Twente van toen. Ja. Hè? Dat is gebeurd en dat is jammer. Ik had graag bij Twente willen blijven, maar de kans deed zich voor om naar RWDM Molenbeek te gaan. Ja. Contracten waren getekend, de transfersom was overeengekomen met een bestuurslid. Ja. En die werd niet nagekomen. Dan ben je Fries en dan... dan wordt het wat dwars. Dat is niet, hè? Er is niks mis mee. Dus je moet het voor je eigen belangen dan opkomen. Ja, natuurlijk. Tussenstation was de NEC. En toen ben ik naar Ajax gegaan. Hey, Johan, maar ik hoef jouw bankstand niet te weten, hè? Uiteraard niet. Maar is het zo dat jij vanuit vroeger nog wel zoveel hebt kunnen verdienen? Als je het vergelijkt met nu, als je een corner voorzet, dan heb je al een paar ton tegenwoordig. Maar uit die tijd is het wel zo dat je dacht, dat is nog lekker voor de oude dag. Je had geen CFK, denk ik, wat er nu is. Dat was er al. Dat is mooi. Ja, dat was er al. Maar als je dat vergelijkt, zo'n spits vroeger. Hè? Ja, die zou nu voor 15 miljoen zijn getransfereerd. Die zou lang binnen helemaal financieel, dat bedoel ik. Ja. Maar dat was toen niet, hè? Dat was toen niet zo. Nee. En we moeten maar ook niet over die bedragen hebben. Nee. Het was ook guldens. Ja, maar ik bedoel... Bij Belgische lieren. Ja, ik heb altijd plezier in het voetbal gehad. En daar gaat het ook om. Ja. En nu is het alleen maar geld. En nu wordt alleen maar over geld gesproken. Ja. En die makelaar die ertussen zitten. Ja. Jij zegt, het gaat om het plezier. Dat is het belangrijk. Ja. Heb je altijd gehad. Ik heb je altijd plezier in het voetbal. Ajax te spelen. Je maakt twee goede jaren mee. Ja. En dan is er een plan dat jij Ruud Krol als libero gaat opvolgen eigenlijk, hè? Ja, Thomas Slavivic wou mij als laatste man hebben bij Ajax, want Ruud Krol ging weg. Nou, ik had al tegen Barcelona gespeeld als laatste man, tegen Manchester United. Ja, dat was inschuiven? Inschuiven, het was op mijn lijf geschreven eigenlijk. Ik was snel, ik kon corrigeren, ik was hard. Nou ja, daar had ik wel wat jaartje nog mee gekund, maar helaas... Blessure, gooide roet in te eten. Een heel onschuldig wedstrijdje. Heel onschuldig, ja. Er was een bal en ik laat hem lopen. Er was niemand in de buurt. Ik draai me om en ik klap door mijn knieën en het is afgelopen. Ja, maar niet eens met Ajax, maar gewoon een binnenfietwedstrijdje in Friesland in Drachten. Ja. Niet zoals Eddie die zeg maar in de zaal omhaal gaat doen op de grond. Nee. Dat was het. Nou, ik brak hem. Maar ik brak hem. Dat moet Eddie nooit meer. Dat ook niet doen. Nee, daarom. Die leeftijd ook niet. Dit is een schrobbelijke vorm van zelfoverschatting was dat. Ja. Maar dit geheel tezijde. Ja. Maar goed, dat was inderdaad een streep door de rekening. Dat was een streep door de rekening, ja. Nog geweldige jaren tegemoet bij Ajax. Ja, maar ik zei ook wel eens een geluk bij een ongeluk. Ik ben weer teruggegaan. Het is zo gelopen. Ik ben weer teruggegaan
naar Friesland en ik heb de studie opgenomen, opgepakt. En ik, ja, ik ben kantoordirecteur geworden van een bank. Dus, ja. Ik heb nu, wij zijn nu gepensioneerd en we kunnen er goed van leven. Dus, ja. De sleutel daar hebben, van de kluis heb, kun je het ook goed hebben. Zo is dat. Er zit soms ook niks meer in. Nee, maar ik ben wel jong, je bent wel iets rustiger geworden. Ik zat bij Jong Twente toen in jouw tijd. En misschien kun je het nog wel vaag herinneren. Ik moest altijd met de fiets zeg maar, naar station Hengelo. Dan naar, met de trein naar Enschede. En dan lopen naar Diekman. Zo moest, dan moest ik ook een keer terug. Dan zei Johanneke, waar moet je naartoe? Ik zeg, ja, ik moet naar het station in Enschede. Oh, rij maar met mij mee, man. Ik dacht, oh, jongen, Zuiderma, zet me even af. Ja. Stap maar in, zo'n BMW 1501. Dus ik was toen al bijna 2 meter, dus ik zat er zo half in. En hij geeft me een portie gaas uit naar achteren toe. Ik denk, man, ik rij vooruit, denk in de toekomst niet zo hard. Jee, ik ben een Diekman, dat vergeet ik nooit meer. Snelheid is alles, hè? Ja, zet maar dat je die wagen laat meenam überhaupt, hè, voor die lift. Ja, Johan hield van goede mensen. Goede mensen breng ik altijd weg. Ja. Maar dat was een beetje bravoure natuurlijk, hè, die tijd, of niet? Ja, tuurlijk. Nou, dat mag ook wel hebben. Ja, was leuk. Tuurlijk. Ook voor een Noord-Fries, dat is geen enkel zeker, probleem. Nee. Ja. Jij woonde in Enschede in die tijd? Ja, ik woon bij Jan van Dijnselaan. Oh, ja. In de appartementen daar. Je kon lopen naar het stadion? Ik ging lopen naar het stadion. Ja, ja. Geweldig. Hey, over de realiteit van dit moment, René. FC Twente bereidt zich voor op die wedstrijd tegen Fiorentina komende donderdag in de grondvesten. Dan is het natuurlijk wel zo, dat heb je meegekregen gisteren, Orsnes van Feyenoord gaat naar Benfica. Alsnog. Dat betekent, dat hadden we wel verwacht, dat betekent dus dat alle pijlen waarschijnlijk op Seruki worden gericht om hem alsnog binnen te halen bij Twente. Ja. En ja, wat bedoel, we zagen natuurlijk van de week de voorbeelden in de categorie Anthony, die niet wilde spelen omdat hij er met zijn kop niet bij was. Hè, die kan naar Manchester United. Ik denk dat in dit geval Seruki stabieler in zijn kop is. Denk jij niet? Ja, die zal zeker stabieler zijn. Het zal natuurlijk altijd een heel klein beetje mee, maar niet voor die wedstrijd van invloed of die goed of slecht gaat spelen. Hem kennen dat geloof ik niet. Maar dat hij graag wil, dat blijkt wel. Want, dat heeft hij ook gezegd, hè? Ja, heeft hij ook gezegd. En dat Feyenoord dan netjes wacht, denk ik, tot na die wedstrijd om echt gas te geven. Ja. Dat geloof ik wel. Dat ze echt nog wel komen en Seruki wel op willen halen. Ja. Die kans dacht ik wel op. Hoe schrijf jij dat in, Johan? Seruki naar Feyenoord, is dat de speler die ze daar nodig hebben? Ja, ik weet het niet. Feyenoord denkt dus dat hij dus in hun spel in het team past. En Arne Slot die zal er dus wel druk op zetten om hem te halen. Ja, dus, die is de fan van. Ja, en die zal er toch wel kijk op hebben? Hè? Ja, die zal er zeker wel kijk op hebben. Maar ik bedoel, heeft Twente al wat achter de hand? Jan Streuje kennen, dan zal hij dat wel hebben. Maar hoe later het wordt, hoe moeilijker het wordt. Hoe moeilijker het wordt natuurlijk. Want die anderen zijn allemaal weg straks. Ja. De A-opties en krijg B-opties. En dat is natuurlijk afwachten. En ik weet niet dus dat ze bij Twente al iemand hebben die het hem op kan vallen. Nee, binnen hebben ze niet. Die is tijdelijk. Die is denk ik niet goed genoeg voor die plek. Je hebt Brama, die is op. Ja. En dan hebben we Kjörlo van PSV. Ja, dat is een jonge jongen, die moet nog groeien. Je hebt niet direct een vervanger die je zo neer, op dit moment die je zo neer kan zetten. Die hebben ze niet. Niet van dat niveau? Nee. En dan wordt het kort daar om iemand te halen. En Jan, nadeel is, ze weten natuurlijk dat Twente dan straks rond de 7 miljoen gaat beuren. En dan weten die andere club, vragen ook weer meer geld voor iemand die misschien 2 of 3 waard is. Vragen ze ook zo 8 voor de eerste te beginnen. Dat is de marktwerking. Er geen doodstraf op. Nee. Dat is de marktwerking, hè? Ja. Dus dat krijg je. Ja. Hey, Anthony, Ten Hag wil hem halen. 80 miljoen is geboden. Ajax is Tobi Zijns en zegt nee, we willen 100. Meer. 100 miljoen voor Anthony, het is niet normaal. Ik zou zeggen, het water wordt moeilijk, man. Anders zou ik hem met de fiets wegbrengen. Als ik Ajax was, dan wist ik het wel. Maar ze hebben al een paar keer... Verkopen met die handel. Ja, maar ze hebben al een paar keer achter het net gevist. Hè? Meer rest dus, toen, hè? Konden ze 50 miljoen. En hij die naar Nice is gegaan, naar Frankrijk, die spits. Dolberg. Ja. Ook 50 miljoen. Ja. Hebben ze ook misgegaan. Onana. Onana hebben ze zo weggelaten. Mazraoui is zo weggelopen. Ja. Het zijn, praat je over 50 miljoen in een put gooien, die twee. Alleen al. Wat vind jij van Anthony? Jij bent ook een buitenspeler van weleer. Ja, het is gewoon een Braziliaanse voetballer. Dus, nam jij wel eens aan zo met de hak? Nee, dat hoeft niet voor mij. Nee. Jij was functioneel. Functioneel moet je zijn. Hè? Dus, want op een hak aannemen kost ook weer tijd. Hè? Dus,
Maar ja, het is leuk een keer met 3-0 voor. Het publiek is het mooi en als het 3-0 is. Maar ik bedoel me dat hoe je in Engeland niet kunt doen. Want dan doe je het één keer en doe je het tweede keer. En dan de derde keer lig je aan de zijde. Ja, ja. Ja. En dat was vroeger. Maar het is toch niet normaal, 100. Dat slaat helemaal niet. Ja, dat is de gekte ja, die ja, regeert. Ja, maar geld heeft geen waarde meer. Ja, ja, dat is het. Precies. Ja. Ik bedoel, maar er zijn ook steenrijke lui die kopen die clubs op. Ja. Ja. 100 miljoen maakt hun niet uit. Nee. Het zijn allemaal speeltjes. We gaan kijken ja. hoe dat afloopt. Als Anthony niet gaat, gaan wij eten in Zwaag. We zijn het, trakteer ik. Als ja. het niet gaat. En daar zitten goede restaurantjes, kan ik je melden. Gaan we kom er wel eens. Ja. Column is het officiële. Ja. Ja. Okay. Ja. Het is de Wester 1. Hè. Dat is ja, de benzine meer. De verzamelnaam ja. van de gemeente. Maar goed. Denk je in Duitsland is het wat goedkoper. Oh ja, dat kan ook nog. Ja. Dat kan ook nog, ja. We hebben van vorige week natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Erco die is gewonnen door... Elke week geven we iets weg in dit programma. Hè? Ja. Zo okay. fideel zijn we, zo ruimhartig. Ja, ja. Erco'tje. Henny Rijmerink is de winnaar. Henny, het komt naar jou toe. Althans, met korting, 15% korting was ja. het geloof ik. Ja, ja, ja. En, dus dat wordt geregeld. Voor volgende week niks, maar binnenkort ongetwijfeld nieuwe prachtige prijsvragen. Voor de prijzen. Volgende week heb ik wel weer een nieuwe. Dus dan heb ik absoluut een hele leuke prijs. Moet ik van de week eventjes regelen met de sponsor en dan komt ja. dat goed. Ja. Maar die noemen we volgende week wel. Met volgende onze nieuwe week gast. Komt dat goed. We gaan nog even de rondje prognoses doen. We beginnen natuurlijk met FC Twente tegen Fiorentina. Moet Cerny spelen vanaf het begin of niet? Ja, laat me de kans geven. Ja. Ik bedoel, maar hij Rots werd weggeblazen door die bek, Biraghi. Ja, en ik bedoel, maar Cerny die heeft gescoord. Dus die bek die gaat ook denken, nou, ik moet het ja. in de gaten houden. Zo bangt het wel. Die ja. komen dan niet op, dus... Ja, je moet gewoon druk op die achterhoedel zetten. Ja, wat gaat het worden? Uitslag? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik bedoel, ze hebben 90 minuten de kans om 1-0 te maken. Dan hebben ze kans op de verlenging nog. Maar ze moeten wel 100% erop zijn. Want, wat denk je uiteindelijk? Je moet een uitslag noemen. Dat is hier aan tafel ja. Nou eenmaal... Kan Fries het cadeau? Ja, kan Fries het cadeau, ja. Nou, ik hoop 1-0 en de verlenging misschien of een penalty schieten dat Twente door komt. Oké, okay, duidelijk. Wat denk jij? Volle grondsvesten, allerlei acties erin gooien, flink kabaal ja. maken, alles op alles zetten. Spelers 110% geven en je hebt volop kans dat je snel wil zeggen, binnen een half uur de 1-0 maakt, dan wint Twente. Ja, ja, ik denk niet dat... laten imponeren joh, door een beetje kaal geschoren iemand of ja. weet ik veel, of een lange snor of gewoon hup. Ja, eigen spel spelen. Ja. En het zijn ook weer geen Causio's en Altafini's en zo. Nee, dat ook weer. Nee, joh, dat zeker niet meer. Dit is niet meer. Johan zei, ja, dat ja. is er niet meer. Nee, ja, wij meteen ja, rood. Ja. Okay. En dat Cerny starten, sowieso. Ja, ja dat ben denk ik voor. Ook. Maar ja, dat zal je wel hebben gezien dat dat aan de orde zal zijn. En dan hopelijk met een gefocuste Seruki. We gaan kijken hoe dat is. En achter dicht houden. Ja, want dat is. Ja, rustig aanwachten. De vleugelbacks niet te veel naar voren. Nee, ik bedoel, maar als er ruimte is, dan opkomen. Ja. Ja, ja, ja. Adviezen van de oude meester. Ik heb het nummer van Jan straks voor jou. Dus, oké. Okay. En dan zal Twente... Ik heb het laatst nog getroffen toen ik bij Twente was. Oh ja. Ja. Twente gaat dus met wellicht met de verlenging gaan ze, laten we hopen dat ze doorgaan. En dan hebben ze, want die pakken we ook natuurlijk even mee in het prognose rondje. Dan spelen ze die zondag erop, komende zondag spelen ze op de dijk in Volendam. Wat gaat dat worden? Volendam FC Twente? Nou, 1-3. 1-3? Ja, ik wou ook 1-2. Ondanks de vermoeienissen ben je daar. Dan moet je daar. Moet je winnen. Adel verplicht eigenlijk. Ook kunstgras aan. En dan doen we ook nog altijd even Heracles Almelo. Die hebben 6-2 inmiddels spelen vanavond bij Jong PSV. Maar we pakken de wedstrijd van volgende week. Heracles Almelo thuis tegen MVV. Wat gaat dat worden? Heracles 4-1. 4-1. Ja. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Ze zijn goed begonnen. Ja. Jij denkt ook dat MVV makkelijk aan de kant wordt geschoven. Ja, ja, ja. MVV winnen ze echt. Vanavond wordt moeilijker, maar MVV winnen ze. Die gaan ze winnen thuis. Ja. Oké, okay. ja. duidelijk. Dankjewel Johan voor je komst. Graag gedaan. Goeie terugreis. Bedankt voor de uitnodiging. Geen enkel probleem. Ja. Het was leuk, man. Eervol. En succes met alles wat je doet. We blijven je volgen natuurlijk in de kantlijn. Binnenkort ben ik nog van de partij in Zwaag-Westeinde. Dan ga ik je waarschijnlijk opzoeken naar deze mooie verhalen. Ik wil er nog meer horen. René, jij bedankt. En volgende week zijn we terug met een hagelnieuwe aflevering van Voetbaltijd. Dan met in de opstelling vriend van de show, Jurie Mulder. Tot volgende week. Tot dan.